Oh. De Tornado heeft nog een andere mode, de Boost mode, daar kun je om vragen. Deze is geil, jongens. Maar naar de EHBO-post, of niet? Dat is leuk. Kijk, tussen de blauwe benen, daar zit een kraag. Dit is de meest fout attractie van het park, geloof ik. Yo lieve vrienden, welkom weer bij een nieuwe video hier op Extreme Rides. We zijn vandaag in Denemarken, Kopenhagen om precies te zijn, want we zijn namelijk bij Bakke. Het oudste pretpark ter wereld is dit. En waar doet je dit aan denken, Esther? Een beetje aan Wenen. Inderdaad, vind ik ook. Wenen praten. Ja, dit park is in 1583 geopend en Wenen is in 1776 geopend. Maar toch hebben deze twee parken veel vergelijkenissen. Eerste, je moet per attractie betalen. Hier in Bakke, maar ook in Wenen. Het ligt alle twee in een park. Het is een heel groot uitgebreid park waar je door kunt wandelen en dergelijke. Zelfs de attracties lijken hier een beetje op elkaar, want hier heb je een van de oudste achtbanen ter wereld. Een houten achtbaan in Wenen ook. Deze hier is namelijk gebouwd in 1932 en die van Wenen, de houten achtbaan, is van 1950. En er staat ook weer zo'n brakeman op, want je was erbij in Wenen. Ja. Oh, ja. Ja, 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 leuk. Dus dat gaan we hier allemaal doen. Kijk trouwens op misschien iets van een parkje? Ik niet, maar jij vast. Ja, ik had even gelezen. Daar was hier namelijk een natuurlijke bron, een waterbron. En mensen uit Kopenhagen haalden hier hun water. Slimme ondernemers zetten een stalletje erbij. Zetten andere spulletjes erbij en zo is het uitgevoerd tot een pretparkje, omdat heel Kopenhagen hier water kwam halen. En dat is eigenlijk altijd nog gebleven. Ik weet niet of die bron hier nog bestaat. Ik zou daar kijken of dat er nog is. Misschien wel leuk om dat even te laten zien, maar ik verwacht het niet. Maar zo is het uitgevoerd tot wat het nu is. In Nederland beginnen ze allemaal met een theehuisje, hè? Dus Hellendoorn, Efteling. En daar hebben we allemaal met een theehuisje, met een speeltuintje. Drievliet trouwens ook. En dat zijn uitgeroeid op pretparken, maar hier met gewoon simpel heilig water. Waarom is dit parkje eigenlijk Bakken? Omdat Bakken in Deens betekent heuvel. En dit is de heuvel. Dus vandaar dat het Bakken heet. En het heet eigenlijk, wat heette dat? Dreesbakken? Zoiets? Drehavenbakken? Maar alles is hier met haven dus. Ja, klopt. Ja. Maar dat is een dierenpark, heb ik even gelezen. Dus Drehaven betekent voor mij dierenpark. Dus er zal eerder ook wel veel meer dieren geweest zijn hier als pretpark. Want vroeger werden natuurlijk veel meer dieren gebruikt als entertainment. Mm-hmm. Tegenwoordig kan dat niet uit een boze. En dat heet ook nog voor de mensen, voor de vuurwerkers, Jagersborg. Dat is ook een jachtgebied geweest voor de koning, de keizer of admiraal hier. Ik weet niet wie dan de macht was. Maar in ieder geval, dat gebied heette Jagersborg. En dan kennen wij natuurlijk allemaal Paro's van Mazeik, inderdaad. Zena Vuurwerk en inderdaad Salon Roger. Maar daar heeft Esther niet zoveel mee. We gaan snel beginnen met een parkje. Want jullie zijn uiteindelijk geen vuurwerkfans, maar prepperfans. En dit wordt ons speelterrein voor vandaag, mensen. Nou, zoals gezegd kun je dus vrij een park oplopen. Rechts aan de kassa's. Daar kun je losse tickets halen voor de attracties of eventueel een bandje. We hebben een bandje gehaald. Met dit bandje kun je 10 keer alle attracties een keertje doen. Niet meer dan dat. Dan moet je een nieuw bandje kopen als die op zijn. Dat is ook al meteen het grootste verschil met Wenen. Want in Wenen is iedere attractie een andere exploitant. Sommigen hebben er 2 of 3. Maar daar moet je dus per attractie betalen aan de kassa. Dan heb je iedereen eigen kassa. En hier heb je gewoon 1 kassa aan het begin. We gaan meteen de eerste achtbaan doen. En dat wordt deze, Esther. Durf jij hem aan? Dat denk ik niet. Ach, dat is leuk. Die baantje is net zo oud als ik. 1981 komt hij uit. Hij is gebouwd door Sirië en Tivoli Small is het. En die kennen we van andere pretparken ook. We gaan hem gewoon eens even doen. Want Esther moet rustig aan beginnen. The first drop, here we go! Het is toch de tijd hebben, hè, mensen? Wat zeggen we dan? Uitstappen maar! Ik had gelezen dat dit park 2 na best bezochte park was van Denemarken, maar gelukkig is vandaag niet zo druk. En voor de mensen die zich afvragen was nummer 1, Tivoli Gardens natuurlijk, in het centrum van Kopenhagen. Oh, wat leuk, we lopen tegen wat Hollands Gloria aan, een echte kop- en schotel attractie. En met van binnen een Nederlandse painting, Delfts blauw hè. Natuurlijk kan er ook gebotst worden hier in Bakken, met de botsautootjes. Alright, daar gaan we in de Skyroller. Roll over, baby! Lekker hoor! Wat een machine dit hoor! Heerlijk, ik blijf erbij, nog steeds een van de beste pretparkmachines ooit gebouwd. Kijk, één keer zo'n soort gelijk gedaan als deze, dat was toen in beland is. En dat is ook de enige die ik gedaan heb. De rest zijn allemaal zoals Pixaris en de Wild Things. Ik weet niet waarom, maar ik vind deze ook leuk. Ondanks dat hij niet zo hoog is, is
is wel een leuke vlucht om te maken. Tornado is gebouwd in 2009, de Intamin's Rides. Het is een spinning coaster, baanlengte 342 meter, hoogte 12 meter, maximale snelheid is 51 km per uur op deze achtbaan. Maar ik vind deze echt op maskerade lijken, vind je niet? Ik vind het vergelijkend, ja. Duidelijk. Gewoon een klein baantje, ook half indoor, half outdoor. Maar ondanks dat gaan we het toch doen, Tornado, want hij schijnt heel goed te zijn. De bandje wordt niet gecontroleerd door de medewerker, maar het gaat allemaal automatisch. Dus deze doe je hierop. En dan kan je erin. Nou jongens, daar gaan we op de Tornado. De beste man zegt, keep your head back. Dan gaan we naar boven. De spin gaat er meteen in. We worden meteen losgelaten. Sterk en veel. En... Ah! Kijk, het gaat erom. Oh, oh. Alle baan, vallen. En dan gaan we weer naar buiten, naar binnen. Ja, zoals een beetje maskerade. Dan duiken we naar beneden. Die slechte botten hebben of dergelijke. Kan iemand van de kijkers mij masseren misschien? Ja, Erwin. Het is een leuk baantje, maar comfortabel is het niet. Eerlijk is eerlijk. Maar wat een rit, jongens. Dat maakt het misschien ook wel weer leuk dat hij oncomfortabel is. De werkplaats is trouwens ook gewoon in het stationnetje. Hier staat een reservetreintje. En dan kunnen ze ook direct gaan werken als ze willen. Het is hier allemaal minimaal gebouwd. Er mag zo min mogelijk ruimte in beslag nemen. De Tornado heeft nog een andere mode, de boost mode. Daar kun je om vragen. Je kunt ook nog een extra spin doen, maar die heb ik Esther maar laten zitten. Gaat raden. Roll right. Deze was nog beter dan de ronde met Esther. Die met Esther was echt gewoon oncomfortabel. Maar door de spin word je helemaal de gondel ingedrukt, dan is het beter. Ze moet gewoon de spin erin gooien. Serieus waar, gewoon het meest comfortabele rondje die ik gehad heb. En we zitten alweer in de volgende attractie, mensen. De Supernova. Dit is een KMG Freakout. En hij start meteen goed. Hij draait hem lekker door. Hij staat sinds 3 jaar hier in het park. Een gloednieuwe machine. Hiervoor stond de Extreme. Oftewel een toxic van de Nederlandse kermis. Oftewel een spiegel. Die is helaas weggehaald. En dat is dit te vervangen voor. Maar ik moet zeggen, de rit is nog best aardig. Tot nu toe. Nou, heftig genoeg voor moeders aan de overkant in ieder geval. En die gaat ook best goed, tenminste beter dan de kermis. Ja, ik moet zeggen, 2 minuten rittijd, korte rit. Maar hij duikt hem wel gewoon lekker naar boven. Zijn klaar. Ja. Nou, geen slecht rit, eerlijk is eerlijk. Alleen maar kort. Ik ben uitgestapt, maar het is wel een transportabel model. Er zitten wielen nog gewoon onder. Kijk maar, gewoon op de stempel staat hij. Dus ze kunnen wat ze willen heel snel verplaatsen of verkopen naar de kermis. Heb je een zoop of zo? Hey, koetje! Alles gaat heen en weer hier en alles beweegt, mensen. Het gekke huis hier in Bakken. Ja, dit zouden ze ons niet door de kuur heen krijgen hoor. Zo, hier kan je onderkomen met je voeten. Ja, ga maar door. Geen scheef huisje gewoon. Oh, lachen. Ga even hoor. Ik heb wel een honken.
Ah, dan kan je weer piano spelen. Kun je hier aan de Jacob doen? Nee, dat ook niet. Jij gaat niet met de glijbaan? Ik ga met de roetsbaan. Ah, hebben gewoon zo gelopen? Ja, een trapje. Oh, breek mijn nek hier. Hey, kijk nou, kom voor de bakken. Snap je? Nou, zien we een stukje glijden waar we net doorheen gelegen zijn. En breng je nek hier nog niet even? Nee. Wow. Leuke Storage Funhouse was dit. Met name het begin vond ik leuk met die bewegende kamers. Gaan we deze doen? Ja, ik ben met jou naar Funhouse geweest, hè? Ja, dan moet je met mij mee. Dat gaat niet zo hard als in Luxemburg. Deze gaat godsgedank een stuk langzamer. Wil je die van Luxemburg zien, dat is de Wilde Muis XXL van Ewart. Bekijk die video even op ons kanaal. En zie je Esther genieten van een Wilde Muis. Maar je kunt ook gewoon deze video afkijken en zie je haar weer genieten van een Wilde Muis. De Wilde Mus is gebouwd in 2012 door Mockrise. Het is dus een Wilde Muis. De lengte is 370 meter, hoogte 15 meter, maximale snelheid 45 km per uur. Weet je wel, we hebben het zo vaak aan de gaan instappen om Esther een plezier te doen. Gezegd een mak, maar wat me opvalt is dat hij dus niet zo heel wild is zoals op de kermis, maar waarom ook nieuwe remmen erop hebben zitten. 2012 is natuurlijk niet zo heel erg oud. Hoe gaat het wel, Es? Ja, met een lief muisje. Ja. Ja, ja, dat is wel te doen zo. Dat waren de haarspelpochten. Een stukje rechtdoor even kijken. En je ziet hier die remmen. Volgens mij zijn het geen oude remmen, zeg maar. Oh, hier remt hij niet. Oh. Dan duik ik een keer naar beneden. Is, vergelijkbaar met Nikolaland, die duiken we één keer naar beneden en dan gaan we rechtdoor en vaak zit er een hobbeltje in, maar dat is met deze dus niet. Leuk. Ja, leuk. Echt mooi. Leuk. Daar is zeg maar de begaande grond en die stalen plaat houden grond tegen. Daar staat gewoon compleet de grond gebouwd. Waarom, ik heb geen idee, maar we zijn bij de Uitgang. Voor de mensen die Rollercoaster Tycoon wel eens gespeeld hebben, had je een parkje waarbij je niet boven de boomgrens uit mocht bouwen. Meerdere parken hebben dat in het echt. Efteling heeft dat ook. Hellendoorn heeft dat ook. Je mag niet boven de boomgrens uitbouwen, omdat het dan horizonvervuiling is. En als je deze zeg maar op gelijk niveau zou zetten als hier, dan komt de hele baan boven de boom uit. Horizonvervuiling, ja? Ja, dat heb je. Je hebt ook lichtvervuiling. Ja, dat wist ik. En je hebt gewoon vervuiling. Je hebt gezichtsvervuiling. De volgende attractie. De double shot is ook heel laag. Sterker nog, hij is niet veel hoger dan de kiddie erop die ernaast staat. En ook hier valt direct op dat hij lager gebouwd is. En ik denk dat is met dezelfde reden de boomgrens. Maar we gaan hem even doen. Ondanks dat hij niet zo hoog is, ben ik benieuwd hoe de rit is. We gaan ongeveer binnen 3, 2, 1, go! Nee, go! Nee, go! Go! Hij doet het niet, hij is kapot. Oh ja. Thank you.
motor is gewoon tekort. Uit dezelfde kracht als bijvoorbeeld een space shot in Walibi. Schiet dezelfde kracht omhoog, alleen de toren houdt op een gegeven moment op hier. Wat een prachtig ding, joh. Lachen. Ik hou van dit soort gekke dingen. En nu dan? Moet naar de EHBO-post of niet? Zie je dat vrouwen aan? Zie je dat, vrouwen echt aanstellers zijn? Echt aanstellers jullie vrouwen. Maar opvalt is dat deze toren bijna geen lawaai maakt. En als je goed kijkt zie je dat de ramen zitten, zeg maar dat plastic glas. Dat dempt het geluid. Waarschijnlijk voor de buurtbewoners hier in de buurt. Dit is wel mooi, over in het park staan dit soort borden met informatie. En dan zie je hier een tekening hoe het was in 1889. En dan krijg je ook goed de indruk, want in die tijd toen attracties waren. En zoals je ziet zijn er veel schommels. Ja, dit kan een carousel zijn, moeilijk te zeggen. Wellicht een funhouse hier tussendoor, maar zo zag vroeger bakken eruit. Ja mensen, daar gaan we in de robotics. Ik bedoel de grashoppen, wat zo heet hij hier. KLG Movet 24, nieuw stijl. En ik moest qua kleuren samenstelling, lijkt hij heel erg op de robotics. Ik ben benieuwd wat erin zit. We zijn natuurlijk nog steeds in een pretpark, hoewel het heeft wel heel veel kermis invloeden. Ik ben benieuwd hoe vaak die over de kop gaat, want het is natuurlijk een loopingmachine. Grashoppen betekent trouwens gewoon springkaan. Vraag me af wat dat hiermee te maken heeft. Maar we gaan gewoon genieten. Ik heb ook nog een achterwandje en daar zit een springkaan op afgebeeld. Ze hebben niet een compleet achterwandje neergezet. We zijn vierkomen de kop heen gegaan en we gaan nu de andere kant op over de kop. De Looping Master hier van Bakken. Opvallende keuze zo'n attractie als deze in een attractiepark, want heel veel zie je moving-achtige attracties in een attractiepark. Het zijn voornamelijk kermisattracties. Wat ik ook vergelijkbaar vind met Wenen is het vele gastronomie wat hier is, oftewel eten en drinken. Je kunt hier echt op elk hoekje zitten. Om wat te drinken of om wat te eten. En dat zie je in Wenen ook. Heel veel eten- en drinkgelegenheid. Ze hebben ook nog een schommelboot staan. Doet me denken een beetje aan Loch Ness op de kermis van Markman. Alleen deze is even wat ouder. Maar op zich, ja, ik heb al een schommel vandaag, dus we slaan hem even over. Je kunt het park echt overal verlaten. Daar is een uitgang. Hier achter mij is een uitgang. En dan loop je zeg maar zo het normale park in. Daar hangen hier wel camera's. Waarschijnlijk om de drukte een beetje bij te houden. Als het te druk is hier, dat ze kunnen afsluiten. En kunnen zeggen, joh, er zijn te veel mensen op het terrein. Er mag niet meer bij. Je ziet ook, ze hebben heel veel entertainment hier zo op de berg. Bakken dus. Het is dus niet alleen maar een pretpark, maar er zijn ook heel veel andere dingen te doen hier ook. Natuurlijk doen we poliepen ook even. Het is een turbo poliep. En ik moet zeggen, ga best snel voor een pretpark molen. Blijf je zitten, Hestikje. Hestikje gaat de hele tijd omhoog. Hij pakt best wel airtime. En verder valt op dat hij best veel verlichting op top heeft zitten. En die verlichting, allemaal led. Maar dan komt de park, is van 2 uur 's middags tot 23 uur 's avonds geopend vandaag. Dus dadelijk wordt het donker. En ook in de winter is die hier open. Dus ik ben benieuwd wat we hier in de winter doen. Maar daar zou ik niet snel naartoe gaan. Maar ik denk dat het in weer en wind van open is hier. Dan zie je ook wel het achterbandje, want ze hebben nog wel alles compleet. Maar het ziet er niet allemaal heel mooi, goed verzorgd uit. En dat is natuurlijk op de kermis wel. Dan heb je echt mooie Monster 3, zoals op deze poliepen. Echt fantastisch om de oude eruit zien, zoals ook de politie van Mark. Maar ondertussen spinnen we zonder dat we er wat doen. Dat vindt Esther altijd leuk. Zie de stralen. Maar Moppan, ze draaien hier wel handmatig. Er zit geen automaat op. En ik moet zeggen, dat is jammer, ze draaien vrij kort, 2 minuten alles. En ook deze is in 2 minuten klaar. 3, 2, 1 en eindrit. Minibakken. Dan gaan we zeg maar achter de gamehalls en de restaurantjes. En dan kom je in het midden van het park uit. En hier is gewoon een speeltuin. Dus voor de echte Hollanders die hun kinderen mee willen nemen naar Bakken, ga hier naartoe. Ga de speeltuin in, volledig gratis. Kunnen ze naar de rest kijken. Je had het net bij Funhaus over nostalgie, Esther. Maar die frontjes hier op deze spelletjes vind ik ook wel erg mooi, moet ik zeggen. Dat siert dit park. Dit park moet het niet hebben van allemaal snelle hip attracties. Ze moeten het hebben juist van de nostalgie. Maar deze vindt Esther leuk. Het Spookslot. Oh,
sneller. Ik vond het een beetje dubbel. Aan de ene kant zaten er best goede spoken in, maar aan de andere kant waren het hele oude spoken. Ze hadden ook van die draadjes opgehangen, dat is wel leuk. Die voel je tijdens de rit. Dat doen ze ook niet meer overal, omdat ze die allemaal kapot trekken. Ik moet zeggen, de eerste scène was een plastic glas was afgezet. Waarschijnlijk tegen Van der Linsen, maar de rest van de poppen waren vrij. Maar wel gezegd, sommige poppen waren erg goed, andere poppen waren minder goed. Moet ik wel zeggen, ik maak altijd on-ride met een lampje en ik doe hem altijd gewoon zonder lamp. Met lamp zie je veel meer. Want er zitten van die verknikkertjes langs de baan. Dat zijn van die, je ziet ze vaker bij die wildwaterbanen, van die sprieten. Als er zo'n bootje eroverheen gaat, zo'n lochvloem, dan detecteert hij die en dan kan de volgende boot naar beneden. Nou, dat doen ze ook bij een spookhuis en dan komt er een karretje van, maar soms klikt hij niet goed. En bij een wildwaterbaan is dat altijd dubbel, heb je twee van die sprietjes zitten. Hier altijd enkel. Ja, als hij dat niet detecteert, dan gaat het spul gewoon niet af. Dan doet het niet een spookje. Maar de eerste ronde zal ik beduiden minder spoken en minder goede spoken dan de tweede ronde. Want de tweede ronde was dus met lamp. Maar al met al, ja, best aardig spookhuisje. Niet slecht. Ik heb ze slechter getroffen in een pretpark. Deze attractie slaan we heel even over. Die gaan we zo meteen in het donker doen. Een kleine jumper met de naam Kangaroo. Die zowel daar de bomen in springt. Maar voor de rest is het meer voor kinderen dan volwassenen. En dan gaan we de volgende achtbaan doen. Mine Train Ulven. Mine Train Ulven is gebouwd in 1997 op de Intamin. En de lengte van deze baan is niet bekend. Wel de hoogte 18,5 meter en 65 km per uur maximaal. Oh, we storten meteen de diepte in. First Rob. Ik ben benieuwd hoe dit baantje gaat worden, want de rails zitten eruit als een bobsleetje. Maar het is dus echt een treintje. Daar gaan we, de eerste First Rob, de echte First Rob. Zijn nat, gelukkig waren maar een paar druppeltjes. Ja, we moeten dus voorin in de bank zitten. Dat is voor dit soort momenten echt vervelend. Want dan word je nat door. Verder is van een lochvloem zoals we die overal kennen. Alleen er zijn betonnen bakken waar die doorheen vaart. En geen polyester. Alright, we gaan voor de first drop. Hop, naar boven. Komt, hè. Dan varen we onder de monorail door. Ah, dit hebben ze wel gelukt, denk ik, s'avonds. Er zit allemaal verlichting boven.
we best wel snel naar onderen. Voor een lofbloem gaat het wel best hard. Gewoon niet normaal. Dat is eigenlijk nat. Jeetje. Oh, nee. Hey, de verlichting gaat aan, dat is leuk. Kijk, zie je? Schroen, kijk, zie je dat de verlichting aan gaat? Multicolor. Oh, wat leuk. Wat een leuk ding, mensen. Leuk, heb je ook zo genoten? Ja, zeker. Ja, heerlijk, jongens. Oh, daar gaan we. Godverdamme. Bah. En dan is het tijd voor de toppen van het park. Roetjebanen. De bouw is natuurlijk niet bekend. Hij is hier al vanaf 1932. 852 meter is de baan lang. Hoogte 22 meter, maximale snelheid is 55 km per uur. Maar helaas, hij is dus niet meer origineel. En dat wil zeggen, sinds 2010 staan een nieuwe trein op van Koenbak. En is de baan verder aangepast en gemoderniseerd. En vroeger zat hier een brakeman op. En dat maakte de baan zo leuk en uniek. Want er zijn maar weinig achtbanen waar je nog een brakeman op hebt zitten. De brakeman is dus vervangen voor echte remmen. Zullen jullie dadelijk wel merken. Maar ja, zonde. We gaan er wel natuurlijk even doen. We gaan er nog even van genieten. Het is nog steeds de oudste operationele achtbaan ter wereld. Maar als hij zo vernieuwd is als nu, dan vind ik toch dat de originele achtbaan met echt originele dingen. En natuurlijk vervang je altijd wel wat onderdelen, maar de werking origineel is dat ja, echt origineel, echt de oudste is. Dit is een halve nieuwe achtbaan nu geworden. Nou, je ziet die hele lift, die is allemaal nieuw hout geworden. Ook zelfs de trappen ernaast allemaal nieuw hout. Ik heb geen idee waarom ze het gedaan hebben. Keuringen, nieuwe eisen, of dat het gewoon heel erg ouderdom was, dat weet ik niet. Maar ja, hij gaat wel heel erg snel naar boven, dat wel. Wat een kut eind, hè? Ja. Er zaten een paar jongens op een soortgelijke attractie als deze. Die waren zo hard aan het spinnen, aan het draaien met zo'n eentje. Dat het gewoon spontaan afbrak. Ik laat jullie even zien, lachen. Nu worden we het nou. Het volgende wat we gaan doen wordt safari. Het is een dark ride, dat is het enige wat ik weet. Voor de rest geen enkel idee.
Dit is de meest foute attractie van het park, geloof ik. Want we moeten dus gaan schieten. Het is een shooter. Maar waarom moet je schieten? Op dieren. Op krokodillen, op giraffes, op bijen, op nijlpaarden, op van alles. Ja, op nijlpaarden. Ja! Als hier wat wind van deze attractie. Ik geloof niet dat ze deze prijs stellen. Hé, hey, dan ga je naar boven. Dat verbaast me. Lachen, joh. Ja, verder is het inhoudelijk wel een mooie volle attractie. Veel dieren, veel bomen, veel bossen. Het ziet er wel echt leuk uit. Dit was hem, de safari hier in Bakken. Ja, hey, lachen, nog meer safari, jeepen. Het is gewoon een oldtimerbaan, maar in de vorm van een jeep. Moet je wel sturen, hè? Anders ja, moet je de bocht uit. Ik ben net Max Verstappen, wacht even, nou gaat het gebeuren. Oh jee. Ja, dikke F1 jongen dit. Ik maak geen opmerking dit keer. Nou, voor de rest zie je dus allemaal safarische diertjes langs de baan. Ja, eigenlijk net als net safari, maar dan outdoor. Ja, dat wordt morgen pole position, dames en heren. Ja, ja, jij gaat vooraan starten wij. Zeker. Ja, ze laten zich helemaal gaan. We gaan even wat eten, denk ik. Denk je niet? Dat is goed idee. Een trek. Het wordt donker en ik wil nog een rondje donker maken. Hier is even rustig wat zitten. Oh, de laatste curve. De laatste bocht. De final corner. Dat kan ik. Gewoon met één hand. Ja. Ja, kijk dan. Goed zo. Oh. Maar hij kijkt anders niet vrolijk naar jou hoor. Die is een beetje boos. Dat denk ik. Dat denk ik ook. Dat was hem. Jeepen. Hier heb je weer zo'n bord. Maar vroeger stond hier dus een reuzenrad zo te zien. Die staat er nu niet. Een reuzenrad? Dat is op papa bouwt. Gewoon met een paar staalkabels en dan gewoon een strak trekken. Nee. IJzeren papen. IJzeren papen, ja. Vind ik. En duct tape. Smakelijk eten, hè? Smakelijk. We gaan eventjes space shot in. Dan komt die vis en chips tenminste weer naar boven. Een keer herkouwen. Goddamme. Nou, lekker dan. Ja, kotsen. Nee hoor. Kotsen. Ik wel. Nee. Wat een airtalent dat ding, hè? Niet normaal. Richting de Time Machine, want daarna waren we onderweg. Nou, dat is wel leuk om met het licht spelen. Ja, zoals bekend ben ik echt een kermisfanaat, maar ik vind dat prachtig hoor. Die kronen van kermisverlichting, zeg maar. Dit soort dingen. Tuurlijk, die is allemaal gedateerd. Maar ik hou van de nostalgie daarvan. Dit is wel spiksplinter nieuw. Dat is de Time Machine. Voor Est ook spiksplinter nieuw. Ze heeft het nog niet gedaan. Ik wou een Park Asterix. Vond ik erin meevallen, maar ik ben benieuwd hoe de rit hier is. Of die intenser is dan in Park Asterix. Van voor aan die schouderbeugel zit, dat ik eigenlijk maximaal kan draaien. Zoals net in die double shot, maar ja, dit is het. Oh. Als Esther zelf niks aan vindt, dan is het heel erg saai. Jammer, gemiste kans wat mij betreft. Dat zei ik een pak Asterix ook al. Zo eentje op de kermis brengen en vol gas draaien, dan wordt het leuk. Dat die armen vlak langs elkaar gaan, dat maakt het interessant voor het publiek om in te gaan, denk ik. Of verder, inhoudelijk qua rit. En Wippie is zelf extreem. Gewoon een bankje op de kermis. Dan passeren we een 5D cinema met Ice Age erin. Dat is gewoon een bioscoopje waar je een film kunt bekijken. En daarnaast een crazy theater. Hebben we eerder gedaan met kinderen? Yes. We hebben dit
een keer met de kinderen gedaan. Maar waar was dat? Hoe heet het ook weer? Kom je aan het horen? Daar hebben we toen gedaan met de kinderen. Het was een kleine opzet, dit is een grote opzet. Ja. De rodeobanen, doe me een beetje denken aan de Belgische kermis. Wie kent hem nog? Die daar gereisd hebben ook met zulke soort wagentjes. Rijdensportieven. Dan gaan we weer voor de laatste keer. Esther, haar favoriet. De oudste achtbaan van het park. Ik heb even nagevraagd. Voorin moet inderdaad gewicht in zitten. Ten alle tijde om de trein over de berg heen te trekken. En als je dat niet doet, gaan mensen overal zitten. En dan heb je kans dat hij het einde niet haalt. Ze hebben een tweede trein toegevoegd net. Die staat op de baan. Dan zou je zeggen, waarom? Dan is het totaal niet druk. Ze hebben nog een uurtje dat ze open moeten blijven. Dat is alvast vanmorgen. Die stoppen ze helemaal vol met zandzakken. En die laatste uurtje rijden. Maar morgen wordt het druk. Nou, ik ben blij dat ik morgen hier niet ben. Maar morgen zijn we een ander park. Ik hoop dat het daar rustig is. In ieder geval, al die lampjes langs de baan ziet er prachtig uit. Maar helemaal één keer genieten van die Rutsche banen. Prachtig, ja. Dit wil we even zien. Oké, we gaan naar 65. Ja, dit is geniet hoor. Hier gaat je achter hartje toch sneller van slaan, hoor. Dit is mooi. Airtime! Oh, ze hebben haar nog verlicht ook. Nou, kijk eens aan. Maar ze heeft zich wel geschoren, zie je dat? Bij het seizoenje aangekomen. Bakker gaat bijna sluiten, dus we gaan richting de uitgang. Dan gaan we Bakker verlaten en gaan we jullie ook verlaten. Nou mensen, ik heb jullie alles laten zien van dit parkje. In elke hoek zijn we geweest. En wat valt hier nog over te vertellen, Esther? Nou, dat ze echt met de attracties heel snel achter elkaar doordraaien. Ja, er staat geen wachtrij. Je zit met z'n tweeën in de achtbaan. Drukken de beugel aan, druk op start en je kunt gaan. Kun je genieten van je rit. Maar ook die film, die 5D film. Ja. We zaten met z'n tweeën in de zaal. Ja, klopt. En de film staat er gewoon. We waren precies op tijd, want die andere film was net afgelopen. Ja. Want wij kwamen binnen en andere mensen moesten nog naar buiten. Ja. Ze werken wel echt lekker door hier. Ja. Je hebt wel eens parken, of zeker ook op kermis, dat ze heel lang wachten voordat de rit start. Dat is hier niet. Nee. Dit is echt gewoon ideaal. Verder qua ritprijzen valt het op zich mee. 30 tot 40 kronen per rit is ongeveer 5 euro omgerekend. Maar zo'n bandje die we hadden vandaag is wel veel goedkoper. We hebben uiteindelijk 40 euro betaald per bandje. En dan kun je onbeperkt, nou ja, onbeperkt kun je alles doen. Je kunt alles 10 keer doen dan. Ik moet zeggen, bij die shot en drop toren die hebben we heel vaak gedaan, omdat ik sowieso van alle kanten onride wil maken. Iedere kant natuurlijk de lucht in. Dus zijn er al 4 keer. En die ritten zijn kort. Maar we hebben bij de meeste attracties gewoon niet gered 10 keer te gaan. Ondanks het gewoon hartstikke rustig was. Misschien wellicht als het nog sessie was, wat ik er nog wel gered had. Maar dan was het rennen geweest. En ik moet natuurlijk voor jullie de mooiste beelden maken hier in het park. En voor mij natuurlijk herinneringen. Ja, verder hebben we natuurlijk ontzettend veel vergeleken vandaag met... Wenen? Ja. Ik vind nog steeds daar best veel vergelijkenissen in de twee parken. Ja. Sowieso twee hele oude parken. Hè, nummer 1 is dus Bakken en nummer 2 is dus Wenen. Misschien daarom, maar gek ook, bijvoorbeeld die lantaarnpaaltjes hier, ze zijn wel iets anders, maar ook Wenen heeft aparte lantaarnpaaltjes. Die Tornado, ja, Maskerade, qua banen lijken ze totaal niet op elkaar, maar dat het een half indoorbaan is. Ik snap de vergelijking. Die houdt de achtbaan. Het is jammer dat die Brakeman weg is. Echt zonde dat hij helemaal gemoderniseerd is. Want ik had graag gedaan zoals hij vroeger was met een Brakeman, zo'n lekker oude wet. Maar ja, Wenen is Wenen, Kopenhagen is Kopenhagen, dus als je hier naar Kopenhagen gaat, Bakken moet je zeker bezoeken. Ja. Zeker leuk. Ja. Denk niet, ik ga alleen naar Tivoli. Tivoli ook een leuk parkje, maar Bakken moet je zeker ook bezoeken. Echt een half uurtje rijden van Kopenhagen. Ja, van onze hotel. Hè? Want ja, als je aan de kant van de Kopenhagen zit, maar een kwartiertje. Dus het is echt niet ver van Kopenhagen af. En er gaan ook bussen naar dit terrein hier. Nou, ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken van deze video. Ik wil Esther natuurlijk weer bedanken voor haar gezelligheid. Ja, bedankt. En we zien elkaar de volgende keer weer bij een rodelbaan, zwembad, kermis of pretpark. Ja, rodelbaan weet ik niet. We zien elkaar de volgende keer weer. Hoi, hoi.